Welkom bij Geschiedenis Gemist. In dit filmpje ga ik een examen met je bespreken. Het examen dat ik met je ga bespreken is het examen uit 2011 voor de VMBO Gemengde en Theoretische Leerweg. Dit examen is afgenomen op maandag 23 mei in 2011 natuurlijk. Je kan het examen eerst maken en daarna de antwoorden bekijken. Je kan ook met mij het filmpje doorlopen en dan tegelijkertijd de vragen maken of hem eventueel op pauze zetten. Het eerste onderdeel in een examen gaat altijd over dat van de staatsinrichting van Nederland. Zo ook in het examen uit 2011. De eerste vraag gaat over de grondwet van 1848. In 1848 gaf koning Willem II aan Thorbecke namelijk de opdracht om een nieuwe grondwet te maken. Door welke politieke ontwikkeling in verschillende Europese landen voelde de koning zich gedwongen de grondwet te veranderen? Nou, koning Willem II had een aantal jaren daarvoor nog gezegd dat hij absoluut niet een nieuwe grondwet wilde. Maar in 1848 wilde hij dat toch. Dat had alles te maken met dat in verschillende Europese landen er allemaal revoluties en opstanden waren. En hij wilde niet dat dat over zou slaan naar Nederland, want dat zou betekenen dat hij al zijn macht zou kwijtraken. Vraag 2. Hieronder staan zes omschrijvingen of opvattingen van maatschappelijke groepen rond 1880. Welke twee omschrijvingen of opvattingen horen bij de protestanten rond 1880? Je moet daar hun nummers opschrijven. Nou, je gaat dan altijd de zinnen langs en als je de eerste zin leest, arbeiders mogen voor een beter loon staken. Nou, dat wilden protestanten niet, want protestanten die zeiden, God heeft het zo gewild. Bij de hogere burgerij heeft deze groep veel aanhang. Nee, dat was ook niet zo. De protestanten hadden namelijk veel meer aanhang bij de kleine luiden, omschrijving 3. Bij 4, deze groep vindt dat mannen en vrouwen dezelfde rechten moeten hebben. Nee, protestanten die vonden ook dat het mannelijk hoofd van het gezin, die was het belangrijkst. Alleen die moesten stemrecht hebben. Maar omschrijving 5 is wel goed. In het bestuur van het land moet duidelijk het christelijk denken te herkennen zijn. En de 6e, veel gelovigen zijn lid van de Rooms-Katholieke Staatspartij. Dat de RKSP is dus de Rooms-Katholieke Staatspartij, dat kan natuurlijk niet. Dat zijn geen protestanten, dus die slaat nergens op. Bij vraag 3 moet je bron 1 gebruiken. En bron 1 is een mening over het bijzonder onderwijs. Is de schrijver een voorstander of een tegenstander van het bijzonder onderwijs? En welk argument gebruikt hij voor zijn keuze? Nou, hij zegt op een gegeven moment dat iets ten koste gaat van verdraagzaamheid, terwijl juist in vrijheid met elkaar moeten leven. Dan ben je dus tegen de verzuiling, want verzuiling geeft aan dat je dus niet met elkaar leeft, maar gescheiden van elkaar. Vandaar antwoord A, hij is een tegenstander, omdat hij vindt dat bijzonder onderwijs leidt tot meer onverdraagzaamheid. Bij vraag 4. Dat is een invulopdracht over de invoering van politieke rechten in de grondwetten van 1848 en 1917. In de grondwet van 1848 werd het recht om een vereniging op te richten ingevoerd. Een woongelegenheid, dat is een sociaal grondrecht uit 1983. In de grondwet van 1917 werd het kiesrecht aangepast door het invoeren van het algemeen mannenkiesrecht. Het censuskiesrecht was juist in 1848 ingevoerd en dat bepaalde dat alleen maar mensen met een bepaald bedrag aan belasting mochten stemmen. In de grondwet van 1917 werd vastgelegd dat de financiële achterstelling werd opgeheven van de bijzondere scholen. Zij kregen dus nu evenveel geld als openbare scholen kregen van de overheid. Bij vraag 5 moet je bron 2 gebruiken. En bron 2 zie je een vaandel van een vereniging uit 1919. En op het vaandel staat de tekst, net een Nederlandse RK Rooms-Katholieke Bouwvakarbeidersbond, de afdeling Halfweg. Bij welke groep hoort het vaandel? Nou, als je weet Rooms-Katholieke, dan ga je dus in de richting van gelovigen denken en dan kom je bij de confessionele uit, want feministen, liberalen en socialisten, dat zijn geen gelovigen. Gebruik bron 3. En bron 3 is een spotprint naar aanleiding van de verkiezingen. Het onderscheid bij de tekening is als volgt. De mannelijke kiezer die zegt, de vorige keer mocht ik nog alleen gaan, nu moet ik samen met mijn vrouw. Is de tekening dan gemaakt voor of na 1919? Nou,
Dat is natuurlijk na 1919, want het vrouwenkiesrecht werd pas in 1919 ingevoerd, dus eerder kon het niet, want toen mocht de vrouw nog niet gaan stemmen. Bij vraag 7 moet je bron 4 gebruiken. En bron 4 is een spotprent uit 1922. En de toelichting eronder is: het kind dat zegt: moeder, waarom passen de blokken uit de socialistische blokkendoos niet in de christelijke blokkendoos? En moeder antwoordt: ze zijn verschillend. Doe de blokken ieder in de eigen doos. Nou, welk maatschappelijk verschijnsel wordt hier bedoeld en welk onderdeel uit de bron symboliseert dat? Nou, maatschappelijk verschijnsel is natuurlijk de verzuiling, dat groepen gescheiden van elkaar leven. En een onderdeel uit de bron is bijvoorbeeld dat de socialistische blokken niet op de christelijke doos passen en andersom. Dus de blokken zijn dus verschillend. Vraag 8. In 1923 werd de Katholieke Universiteit van Nijmegen opgericht. Deze gebeurtenis wordt vaak beschouwd als een voorbeeld van emancipatie. Geef een reden waarom dit als een voorbeeld van emancipatie wordt beschouwd. Nou, emancipatie is het opkomen van voor rechten van een bepaalde groep. In dit geval de emancipatie van de katholieken. Nou, katholieken werden dus in 1923 niet meer achtergesteld. Heb het mogelijk voor ze om een wetenschappelijke opleiding met katholieke grondslag te starten. Bij vraag 9 zie je 4 leerlingen die in een schrift een lijstje hebben gemaakt met klassieke en sociale grondrechten. Welke leerling heeft alleen maar sociale grondrechten opgeschreven? Nou, dan ga je die dingen langslopen en dan kom je al vrij snel op Bert uit. Want Bert noemt alleen maar sociale grondrechten. Recht op bestaanszekerheid, recht op gezondheidszorg en recht op rechtbijstand, dat zijn sociale grondrechten. Bij al die anderen zit er in ieder geval een klassiek grondrecht bij. Alfons heeft het bijvoorbeeld over het recht op gelijke behandeling. Dat is een klassiek grondrecht. Die andere twee zijn wel sociaal, maar die eerste is klassiek. En Christine en Diane hebben dat ook. Vraag 10. Hieronder staan 4 beweringen over de Nederlandse staatsinrichting. Welke 2 beweringen over de Nederlandse staatsinrichting zijn juist? Schrijf alleen de nummers op. Nou, ga eens langslopen. De Eerste Kamer kan geen veranderingen aanbrengen in een wetsvoorstel. Dat klopt, dat kunnen ze niet, hè, want dat is het recht van amendement en dat recht hoort alleen bij de Tweede Kamer. De rechterlijke macht is verantwoordingsschuldig aan de wetgevende macht. Nee, onzin, in de rechtsstaat zijn de machten gescheiden, dus zijn ze geen verantwoording aan elkaar schuldig. Bewering 3 klopt wel, een wetvoorstel wordt in de Tweede Kamer aangenomen als meer dan de helft van de aanwezige leden voorstemt. De helft plus 1. En 4 klopt niet, het Nederlandse staatshoofd heeft de rechterlijke macht, dat mocht hij willen, dat is absoluut niet waar. Vraag 11. De Eerste en de Tweede Kamer hebben voor een deel dezelfde rechten. Welke rechten hebben zowel de Eerste als de Tweede Kamer? Nou, dan ga je kijken. Je weet, de Eerste en Tweede Kamer hebben allebei controlerende bevoegdheden. En wetgevende bevoegdheden zijn alleen voor de Tweede Kamer. Maar het budgetrecht en het recht van enquête, dat zijn controlerende bevoegdheden. Dus die hebben beide kamers. Vraag 12. Stel, terwijl een rechtszaak tegen een verdachte nog bezig is, geeft de minister zijn of haar mening over de hoogte van de straf die deze persoon verdient. Met welk uitgangspunt van de Nederlandse rechtsstaat is het optreden van de minister in strijd? Nou, in Nederland, in een rechtsstaat, hebben we scheiding der machten. De machten zijn gescheiden en het is niet de taak van een minister om zich te bemoeien met wat een rechter vindt. De rechter moet onafhankelijk zijn. De rechterlijke en uitvoerende macht zijn gescheiden in de Nederlandse rechtsstaat. Iemand woont, bij vraag 13, aan een onveilige weg. Hij heeft de gemeente al verschillende keren door telefoontjes en brieven gewezen op deze onveilige situatie. Maar de gemeente reageert niet. Bij welke instantie moet hij zijn om zijn klacht over de gemeente in te dienen? Nou, dan moet je bij de Nationale Ombudsman zijn. Als je een conflict hebt met de overheid, dan moet je naar de Nationale Ombudsman gaan. De Europese Commissie, de Provinciale Staten en de Staten-Generaal zijn allemaal overheidsdiensten, parlementen zijn het. Dus het heeft geen zin om daar aan te kloppen, want de gemeenteraad is ook zo'n soort parlement. Vraag 14. Hieronder staan 5 onderdelen die zijn opgenomen in de Nederlandse grondwet in de 19e en de 20e eeuw. Geef per onderdeel aan of het in de grondwet is opgenomen in de 19e of in de 20e eeuw.
naar de 19e eeuw, die loopt van 1801 tot 1900, en de 20e eeuw loopt van 1901 tot 2000. De onschendbaarheid van de koning, die is opgenomen in de 19e eeuw. Het passieve kiesrecht voor vrouwen, tegelijkertijd met het algemeen mannenkiesrecht, is opgenomen in de 20e eeuw. Het recht op bescherming en verbetering van het leefmilieu is opgenomen in de 20e eeuw. Het recht op een eigen godsdienst is opgenomen in de 19e eeuw. En het stelsel van evenredige vertegenwoordiging hebben we de pacificatie van 1917, oftewel de 20e eeuw.